De suite Watara Kappa stond dit jaar voor de 29ste keer op het plein. Vanwege de Enchanted Forest stond de Maëlie suite Watara op het oude vlaggenplein. De federatie Voel Afrikaans Ranamang staat achter de jaarlijkse suite Watara. De suite Watara was traditioneel een idee van Wijlen Ellie Purperhart. De federatie heeft de afgelopen 26 jaar de ondersteuning gegeven aan Purperhart en besloot na haar overlijden in 2019 dan ook haar naam te verbinden aan de traditie. Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang, geeft een terugblik op het Haas afgelopen jaar. Het is een moeilijk jaar geweest, een jaar met dat je moest aanpassen aan de COVID-omstandigheden. Niet leuk, maar we weten hoe gevaarlijk COVID is. COVID is schuit om het hoekje, is de dood om het hoekje. Dus je moet er super voorzichtig mee zijn. En jammer genoeg dat vanwege onze verdeelde gedachten, geen harde filosofie, zijn wij als Afro's de grootste slachtoffer in Suriname van de COVID. En ik wil ze van hieruit adviseren van, ah, mooi om dingen te zeggen van aneboeng, aneboeng. Als je vindt dat COVID nou dibri, nou een vaccin nou dibri, we nou een tien dibri een keer hebben gewonnen. Dus je moet steken een vaccin, want dan heb je tien dibri. Een tien dibri kan keren, vaccin bijbel, David Lange Goliat, dat je vindt een oplossing. Nog een prijs Sabi man, want Sabi, na alles maak je Sabi. Een suite Watara wassie nemen is traditioneel iets van de Afro-Surinamers. Het is het geloof van vele Afro-Surinamers dat zij het oude afwassen en laten in het afgelopen jaar om met frisse moed het nieuw jaar tegemoet te gaan. Dus wij hebben in feite door die traditie, hebben wij trouwens alle volkeren ook, gebruiken bloemen, bladeren, wortels, gebruiken ze om zichzelf op te peppen en gebruiken het om een lekker gevoel te krijgen. En zo is het ontstaan en het bestaat al honderden jaren. En dat doen we. We deden het vroeger in familieverband, in gezinsverband en het verwatert een beetje. Dus jammer genoeg. En ik ben blij dat Maëlie 29 jaar geleden begonnen is in 1993. Met het idee van laten we die Watara, omdat het zoveel vijanden heeft, de staat, vaak de kerk ook, die zegt dat is heidens als je het doet. Laten we het nationaal maken. Laat mensen zien wat men verboden heeft bij ons, dat slecht is, dat heidens is, dat duivels is, dat het goed is. Want het is Gods gegeven. Cultuur is Gods gegeven. De federatie start het nieuwe jaar zondag met de Blakamandé. Deze wordt elke eerste zondag van de maand januari in diverse landen die mensen met Afrikaanse roots hebben herdacht.